Enkele uren later brak ook nog eens brand uit in de kerk van Waarschoot. Daar werd niemand gewond, maar loopt de schade in de miljoenen. Oudejaarsnacht 31 december 2001, een datum die voor vele Waarschotenaren in het geheugen gegrift staat. Een jonge vandaal zorgt ervoor dat de Sint-Guslenuskerk door een hevige brand quasi volledig in as wordt gelegd. Aangeslagen inwoners komen samen en mijmeren over het verlies en de vele herinneringen aan hun kerk. Dat is iets voor dat van kindsbeen af mee vertrouwd zit. De kerken, dat was het centrum altijd. Dat was het centrum. Je bent erin geduwd. Je bent erin op plaats commune gedaan. Enorm veel mensen zijn erin getrouwd. Enzovoort. Gaat er enorm veel herinnering aan. En dat verdwijnt. In één keer. Wordt het kaas, wordt het keermaas. Alles wordt rond de kerk. Hoe dat ons juurt, dat zijn voor ons hier, voor echte mensen, van woordjes zijn dat emoties. Hè. Dat doet, ja. Ik weet niet goed. Dat kan niet geloven, hè? Nee, dat kan niet geloven. Dat bestaat, hè? Dat kan bestaan, nee. De duivel in de mens komt, hè? Dat denk ik. Ja. Pas na de blusperken wordt de schade zichtbaar. Veel bleef er niet van over. Eigenlijk kon enkel de vierentoren worden gered. Het is dan ook die toren die na anderhalf jaar als eerste wordt gerestaureerd. Voor mij mocht ze terug opgebouwd worden, maar kleiner of dat ze geweest. Door naar de hoofdbeest, die kerk is op een krant vol. Volgende week wordt die begrafenisondernemer van die vuren de dier wordt begraven. Dan gaan de 500 mensen buiten staan. Want dan slaag weer eens. Dan moet die mensen daar nog eens staan. We zijn vandaag de stelling aan het zetten voor deze toren die ze gaan renoveren. Het wordt gerenoveerd tot de dakgoot en die is een goede 21 meter hoog. De spits moet niet gedaan worden. Vooraleer van start te gaan met de heropbouw van de rest van de kerk, besliste het gemeentebestuur om de site archeologisch te onderzoeken. Ja, inderdaad. Dat is het skelet van de priester geweest. Zijn hoofd lag hier, dat heb ik voorlopig weggehaald, omdat het anders weg zou rollen. En hier lagen zijn onderbeen, dus hetgeen dat je hier nog ziet, zijn zijn kniegewrichten. En zijn eigenlijke lichaam ligt in zijn gewaad begraven. Dus een priester, en hoe weten we dat? Wel, omdat hij met zijn hoofd in het oosten lag en zijn voeten in het westen. En dat is in tegenstelling tot de gewone mensen die in de kerk begraven worden, die liggen met hun hoofd in het westen en hun voeten in het oosten. De bedoeling hierachter is, als bij het laatste oordeel, als de mensen zouden verrijzen en ze zouden wakker worden, ze stellen zich recht, dan ze direct eigenlijk naar Jeruzalem zouden kijken. Bij de priesters was dat niet nodig, misschien kwamen ze al in de hemel, ik weet het niet, maar, of waren ze zo van overtuigd. Maar zij kijken dus, als ze wakker worden, kijken ze naar hun kudde, ze kijken naar hun parochiaan. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling dat er ligt achter het verschil van begraven. Dus priester, hoofd in het oosten en de gewone parochiaan, hoofd in het westen. Tot nu toe hebben we in de zijbeuken ook al 3 grafkelders gevonden. Dat was dan ook voor de superrijken waarschijnlijk. Die konden zich laten begraven in een grafkelder. En 1 grafkelder is onder andere is met pleisterwerk bekleed en met een schildering van een kruis erop. Waarschijnlijk zal bij de opgraving in de middenbeuk nog heel wat meer skeletten naar voren komen, omdat dat toch wel de plaats was bij het hoofdaltaar. Daar wilden de rijken zich toch laten begraven. Dus vermoedelijk zullen daar, vermoedelijk niet, dus zeker zullen daar ook nog grafkelders onder zitten.
En ook nog priesters, hè, begraving. En hopelijk vinden we dan nog terug met een kazuifel. Dus die komen allemaal uit de zeebuik. Dus die skeletten worden blootgelegd, worden ingetekend, gefotografeerd. En nadien worden die uitgehaald, worden een beetje oneerbiedig in de doos gestoken. En achteraf afgeborsteld en in een plastic zak gestoken. Samen met de dingen die erbij gevonden zijn, de spijkers ofzo, of met de naaldjes van de lijkhaden. Zo worden alle botten van één skelet worden in één zak gestoken. En naderhand moet die eigenlijk terug begraven worden op het kerkhof, in de knevelput. Waarschotenaren dienen tijdelijk gebruik te maken van de Sint-Josefskerk in de Bellebargi, beter bekend als de Bellekerk. We zijn hier in de Sint-Josefkerk. En de Sint-Josefkerk, dat is, dient nu als onze parochiekerk. Dus alle mensen van Waarschoot kunnen hier nu terecht voor de weekdiensten en ook voor de begrafenissen, voor huwelijken en dergelijke. Maar tijdens de week kunnen de mensen ook terecht in de kapel van het klooster. Een eentje van de allen, want er is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. De inwoners kregen later ook de laatste keer de kans om de kerk en de restanten ervan en ook de archeologische vondsten te bezoeken. De interesse bleek zeer hoog. Vandaag zijn we dan 2 april en wij laten de mensen nog eigenlijk voor de laatste keer de kerk bekijken, de oude kerk, maar vooral het archeologisch werk. Er is een uitgebreide uitleg van Bert Akken in verband met de opgraving die gebeurd zijn en ondertussen maken we er ook gebruik van om een stuk al de contouren van de nieuwe kerk uit te leggen aan de mensen. En er is blijkbaar nogal wat vol. Deze voormiddag waren er meer dan 300 mensen aanwezig. En ik denk dat we deze namiddag ook wel zoveel mensen op stap gaan krijgen. Ik vind dat wel tof. Ik ben zeer blij dat ze die middenbeuk behouden hebben. En dat wordt dan een tuin, hè, de midden. En dan gaat het gebouw hier komen. Nee, ik vond het positief. Ik vind het in elk geval de beste oplossing van hetgeen dat ze getoond hebben. Want er waren verschillende ontwerpen. En ik vond dat wel de beste. Ik vind het positief. Maar je komt hier niet aan de plaats, je komt hier, ben hier getrouwd. Je hebt al wat grootvijn gehad. Goed, je slaagt. Maar ik vind het verkroemd dat dat gebeurd is. Persoonlijk heb ik één, dat ze zeer blij zijn. Dat zij nog een keer de kans hebben om live eigenlijk, in levende lijven, nog een keer een kerk mee te maken. De tweede opmerking die ik vooral gekregen heb, is van... Wij wisten niet dat er zoveel onder de grond eigenlijk in de kerk geschiedenis gemaakt is. Wij zijn momenteel 4 augustus 2005 en wij hebben vandaag de pers uitgenodigd omdat wij dan toch wel iets belangrijks te melden hadden. Begin juli hebben we 2 toch wel speciale grafkelders aangetroffen in de kerk in Waarschoot. Er waren namelijk 2 prachtig beschilderde grafkelders die zouden noteren uit de 14e eeuw. Het ene graf is beschilderd met een zwarte, met een witte pleisterlaag. De stenen zijn bepleisterd met witte pleister en nadien met zwarte verf beschilderd. En er zijn een aantal figuren op voorgesteld. Maria aan de ene kant en Johannes de Evangelist aan de andere kant. Dan de tegenovergestelde kant op de oostkant, dat was het voeteneinde. Is er een voorstelling van een tronende figuur, mogelijk een tronende Maria. Dus ze zit op een bank. Dan de tweede kelder, dat was een kelder met de kleurschildering. Dat was nog iets specialer eigenlijk. Dat was nog voor een iets rijkere parochiaan dan degene die aan de kelder met zwarte schildering was begraven. En daar vinden we opnieuw op de westelijke wand een schildering van een Golgotha scène. Op de oostelijke wand staat een figuur met prachtig bewaarde gewaden. En dan op de 2 lange wanden zijn er voorstellingen van heiligen. En op de noordelijke wand is een voorstelling van een... Johannes de Doperfiguur. En op de zuidelijke wand is er een voorstelling van Sint-Christoffel. In oktober 2013 werd het nieuwe bouwplan aan de inwoners voorgesteld. Via de open oproepprocedure werd gekozen voor een nieuwbouw met behoud van de kerktoren. Thank you.
We zijn nu 28 oktober van 2003. In de gemeenteraad van 9 oktober hebben wij uiteindelijk groen licht gegeven voor Stramien, architectenbureau uit Antwerpen, om dus de kerk te conciperen. Deze zijn vrij tevreden met het onderwerp, of tenminste met het ontwerp zoals het door de gemeenteraad gekozen is. Maar de mensen reageren wel heel positief. Trouwens, ja, we waren de 16 in de selectiecommissie. 12 ervan aan dat ontwerp al gekozen. En alle die wel was getussen. Pas op 10 september 2005 werd de eerste steen gelegd. Hier, net als enkele andere vondsten, nog steeds zichtbaar in de kerk. Op 24 juni 2007 kon de kerk eindelijk worden ingehuldigd. Meer dan 6 jaar na die bewuste oudejaarsnacht. En de rest is geschiedenis. Vandaag dus een bijzondere dag. Ik moet u wel eens een beetje verwonderd, maar blij verrast toch. De kerk is nog niet af, het is nog maar het begin en we hebben al veel volk. Dat is al een goed teken, dus. De verwachting van de mensen na 4 jaar, die weten wat gebeurt er daar met die kerk. Die al die pijn, zo'n beetje dat hele jaar naar het verleden. En plots zeggen ze vandaag, er is iets gebeurd. We zijn gestart, de eerste steen is gelegd. Dat is heel slecht, de bisschop zelf komt persoonlijk. En er wordt gezegd, er wordt daarin geplaatst als symbool. Dat het geen normaal, geen profane gebouw is, maar dat het ook een huis is van. Bevestig deze eerste steen in uw naam. Sterk ons met uw levenskracht en voltooi dit werk dat nu begint om u te loven en te eren. Gij die leeft en heerst en koning zijt in alle eeuwen. Amen. De mogelijkheid met zich mee om ook de dorpskern van Waarschoot te vernieuwen. Het resultaat is een mooie dorpskern met een ruim dorpsplein en groen accenten. Weg met het lelijke eendje. De vernieuwde dorpskern van Waarschoot werd ook opgenomen als praktijkvoorbeeld en referentiewerk in het praktijkboek Publieke Ruimte. Steeds meer wordt de kerk gebruikt voor niet-religieuze activiteiten, een evolutie die we best kunnen toejuichen.